Hallo allemaal, ik ben Rutger en vandaag ben ik te gast bij... Darcy! Yay! Darcy is natuurlijk van het kanaal De Theemutsen en die bespreek allerlei dingen over de liefde samen met Jaap die er nu niet bij is. Maar ik dacht toen, als ik hier toch ben, dan kunnen wij net zo goed even de 10 geboden van de liefde gaan bespreken. Wat gewoon handig is, is om gewoon niet verliefd te worden op iemand op het internet. Want dat is gewoon echt onhandig. Ik ben een keer heel erg verliefd geweest op iemand via het internet en dan spreek je het echt af. Het is altijd heel erg anders en awkward. Ja. Ja, dus niet verliefd worden via het internet. Nee. En als je dan met elkaar afspreekt, doe dat dan op een beetje een neutrale plek. Dus niet bij je thuis, want dan heb je of je ouders of het loopt uit. Waar blijft het hangen? Ja, iemand wil gelijk van alles doen, zeg maar. Als je gewoon op een neutrale plek in de stad, in een restaurant of in een café of whatever, dat is wel zo veilig en ja, minder ongemakkelijk. En wat Jade en ik altijd doen, is gewoon een codewoord afspreken. Dus stel, ik toets lama's naar Jade, dan weet Jade gewoon direct dat ze mij moet bellen. En dan heb je een goed excuus om weg te gaan. Dus als je date verschrikkelijk is, zorg dat je een codewoord hebt, dat je iemand kan sms'en. Diegene belt je dan met een verschrikkelijk verhaal, ligt in het ziekenhuis. Je bent overreden, je bent vermist, weet ik veel, je moet weg op dat moment. Ja. Kom je gewoon onder de... Ik heb het ook wel eens gedaan, echt heel erg. Maar het soms is nodig, dus spreek dat met elkaar af. Ja, je zal maar hebben zeg maar, dat iemand anders het bij jou doet. Ja. Dat je dat doorhebt. Vind je me niet leuk? Vind je me niet leuk? Je mag er ook gewoon van doorgaan. Ja, hoor. Precies. Dat scheelt mij een avond ook weer. Ik ga er zelf van door. Ja. Wacht, voordat jij weggaat, ik ging weg. Okay. Ja. Ik vond jou niet leuk. Ja. Niet jij mij. Nee, precies. Wees geen stalker. Als iemand niet direct binnen 10 seconden reageert op WhatsApp, betekent niet dat diegene je niet meer leuk vindt. Soms heb je gewoon eenmaal dingen te doen. In het leven, zoals op de wc zitten toch? Maar jij zelfs dan reageer jij. Grapje! En dat tijdens het poepen. Oh, wat erg. Dat was echt erg. Dit is een beetje een lastige, namelijk zoenen op een eerste date. Kan dat of kan dat niet? Wat vind jij? Ja, het ligt er maar net aan welke persoon het is. Vind jij hem echt zo speciaal dat je echt denkt, nou, misschien wil ik hier wel mee trouwen, dan zou ik ermee wachten. Wat sowieso waar is, hoe langer je de zoen uitstelt, hoe bijzonder het is. Als je gelijk na 5 minuten bij wijze van spreken iemand op zijn bek pakt, ja. Een hele speciale ervan. Ja, maar als je het opbouwt, je hebt meerdere keren met elkaar afgesproken, dan is het sowieso veel bijzonderder. Ik ben niet tegen zoenen op een eerste date, maar ik weet wel dat het veel specialer is als je het uitstelt. Dus dat is eigenlijk beter. Ja, het is veel spannender en leuker. Ja. En als je dan op date gaat, ga er dan niet vanuit dat die ander betaalt. Neem gewoon zelf ook geld mee. Ja, want voor je het weet moet je het op hele andere manieren betalen. Ook. Maar wanneer heb je nou verkering? Vraag je dat? Lastig. Kan dat? Want ik kan me voorstellen dat je er ook een soort van op kan afknappen als iemand zegt: wil je met me verkering? Dan denk ik van, we zijn geen 8 meer of zo. Nee, ja precies. Ja, maar aan de andere kant wil je ook wel zekerheid hebben. Ja. Dus hoe pak je dat aan? Ja, jij had een hele mooie. Wat zei jij nou? Ja, zeg maar, misschien kan je zoiets zeggen, hebben we nu iets vast? Nou ja, misschien kan je zoiets zeggen als, hebben we nu iets vast? Ja. Dat is wel. Ja. Dat is wel... Wow, ja. Wow, wat een goed idee. Ja, want dat is inderdaad een soort van niet een kinderdag, vind ik, maar wel een soort... Ja, ik vind het een goede. Ja, hebben we nu iets vast? En als je dan uiteindelijk er zeker van bent dat je iets hebt, dan ga je het waarschijnlijk Facebook official maken. Dus dat je op Facebook aangeeft dat je een relatie hebt. Maar dat betekent niet dat je elke dag maar foto's mag plaatsen. Dat je half labberend of wakker wordt samen. En ik word er altijd zo onpasselijk van als ik dat voorbij zie komen. Of gewoon op elkaars tijdlijn, Facebook, weet ik veel waar, allemaal van die kleffe berichtjes zetten. Dat kan niet, weet je. Van, schatje, ik ben nu al 3 uur zonder je, ik mis je zo erg. Ik kan niet wachten tot ik je vanavond weer zie, XXXX. Ja, daar heb je WhatsApp voor, toch? Ja. Dat hoeft niet iedereen te lezen, dat hoeft niet iedereen te weten. Nee. Het is ook alleen maar tussen jullie. Ja, hou dat zo. Ja. Als 10e gebod hebben we dat je niet
hoeft te zeggen dat je forever alone bent. Want uiteindelijk past er op ieder potje een dekseltje. Je moet er niet geforceerd naar op zoek gaan. Het komt allemaal vanzelf goed. Zegt degene die al heel lang vrijgesteld is. Maar goed. Het komt allemaal. Ik ben er heilig van overtuigd dat het ooit goed komt. Tuurlijk komt het goed. En hoe harder jij roept dat het niet goed komt, hoe erger je dat uitstraalt. Inderdaad. En dan komt het ook niet goed. Nee, dus ik zeg gewoon, het komt gewoon goed, toch? Precies. Komt goed. Komt zo uit de lucht vallen straks. Ja. Wow, wie is dat? Dit waren dan de 10 geboden van de liefde volgens ons. Als je het nou herkenbaar en leuk vond, doe dan vooral even een duimpje omhoog. En laat in de reacties achter jou allergrootste afknapper. Als je aan het daten bent, Emiel, wat is de allergrootste afknapper die je ooit bent? Wat is jouw afknapper? Nou, ik hou er niet van als iemand niet lekker ruikt. Dat vind ik wel echt... Ja, dus dat vind ik wel iets wat ik heel erg belangrijk vind. Dat iemand gewoon lekker ruikt. Ja. Dus. Maar wat is jouw grootste afknapper? Laat het even weten in de reacties. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer, maar tot die tijd. Stay fabulous! Doei! What? Stay fabulous! Darcy en ik hebben nog een video gemaakt en die komt aanstaande vrijdag online op het kanaal van Darcy. Dus als je benieuwd bent naar die video, zou ik zeker even de link in de beschrijving checken. Ik ben er morgen natuurlijk weer om 3:30 met een nieuwe gast. Dus tot morgen!